Heel wat jongens die de rest moeten betoneren. Maar dit is wel al een eerste keer Deinze in de aanval. En daar al een eerste keer was Deinze. Van Landschoot kwam daar opduiken. Sierra nu. En hier is Keder opnieuw. Trapje naar de goal. En ja, toch moest... Stalens meteen doortikken. Best goed hoor. Tot bij Keder. Ruimte gecreëerd. Emilio Keder met de trap naar de goal. En dan is er een soort van volleybalbeweging nodig van Ortwin de Wolf. En nu beproeft hij zijn geluk in België. Mooi doortikken van Vossen. Hier is Traoré die doorgaat. Traoré kan opzij geven. Nee, geen goede paas naar een doer. Het is nog niet volledig gedaan, de aanval. De voorzet komt en daar is Miras, maar in de herneming in de voeten van Jelle Vossen. En zo komt Zulte Waregem in de Leien Derby na iets meer dan een half uur voetballen 0-1 voor in de Dakota Arena van SK Deinze. De debatten zijn geopend in wat tot nu toe een heel gesloten burenduel was tussen Deinze en Zulte Waregem. En wie anders dan Jelle Vossen met zijn 12e competitiedoelpunt, zijn 13e van het seizoen. Als je het doelpunt in de Crocky Cup ook nog meerekent. Hier leek het over en out. Met een mindere paas van Traoré. En dan een strakke voorzet van een doer. Wordt dan door Nacho Miras Pardoes in de voeten getikt. Gabriel, goede interceptie daar door Stalens. Was absoluut nodig. Gabriel opnieuw. En opnieuw in de voeten van een speler van Zulte Waregem gekopt. Want hier was Ruud Vormer. Terwijl we nog eens kijken naar... Ik denk dat hij vooral over zichzelf uitgleed. En nu opletten, want geen buitenspel. Traoré kan doorgaan. Tegen drie mensen wel. Traoré nog steeds. Twee mensen mee met Vossen. Traoré gaat voor eigen gewin. En het was een goede poging. Vossen. Het kader totaal geen buitenspel. Vertrekt ook gewoon van op de eigen speelhelft. Dus... Het protest nog... Tirani. En Vormer, een voorzet kan komen. Drie mensen van Zulte Waregem in de box. Oh, la 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 la. Een doer. De hoed moeten getoverd worden in de eerste helft door Hans Somers. Die indruk heeft. Richting deze wedstrijd waren er ook een schare aan supporters naar de training komen kijken. En ook dan wisten ze vuurwerk af te steken. Dat zorgde voor wat sfeer natuurlijk. Hier is de goal meteen. Het vuurwerk levert dus meteen een knaller van formaat op. En dan is het uitgerekend. Niemand minder dan de terugkerende Laurent Lemoine die de gelijkmaker binnenkopt. Wat een start aan de tweede helft. En de Portiërs meteen in evenwicht na een goede anderhalve minuut spelen. Wel, wel, dat is heel snel. En goed voor de wedstrijd. Lemoine torent boven alles en iedereen uit. Nadie met de opening. Bal niet weggekregen door Deinze. En een trap naar de goal. En het is een geweldige loeier. Schitterende trap was het daar van de Cypriot Stavros Gabriel. En zo Zulte Waregem dat opnieuw zijn neus aan het venster. Op een 1-1 gelijkspel. En daar is denk ik niemand blij mee. Niemand kan zich daarmee verzoenen, omdat beide ploegen eigenlijk weinig opschieten.